Welkom bij het Campusjournaal van vrijdag 19 april. Met vandaag in de uitzending: student journalistiek worden, dan kan je het volgende week nog lastig krijgen. Wijs eerst maar eens dat je het kunt. Zit je al op de opleiding, dan is het echt een makkie als je met Paint om kan gaan. Sommige docenten kunnen niet eens omgaan met Blackboard. Wat als alles straks via het internet moet? Topsport of een opleiding? Of kan het beide? Hoe gaat het met het niveau van onze school? Hier praten we over met Bert Kroes, lid van de medezeggenschapsraad. Maar nu eerst het nieuws. Het ene moment zit je op school en kijk je naar de mesfabriek om de hoek. Het volgende moment zie je dit. In West-Texas is na een brand gisteren een fabriek ontploft. Hierbij vielen 35 doden en honderden gewonden. De fabriek stond in de bebouwde kom op kleine afstand van een ziekenhuis en twee scholen. De man die elke week bepaalde wat jij las, houdt ermee op. Tom Roep, de hoofdredacteur van de Donald Duck, stopt er over een maand mee. Hij vindt zichzelf net wat te oldschool om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen van het tijdschrift. Ken jij iemand die thuis zit? Het zou ons niet verbazen. Want gisteren werd bekend dat in Nederland een record aan werkelozen hebben. Meer dan 600.000 mensen zitten nu thuis op de bank. In tegenstelling tot Emma Koetje. Vorige week zag hij nog druk op zoek naar een baan, maar deze week was het raak. Hij heeft een baan gevonden. Good for you, Emma. Je kan je pretpilletjes al weggooien. Bier werkt ook prima. Alleen al de smaak van bier kan je gelukkig maken. Uit onderzoek blijkt dat je van een eetlepel bier het stofje dopamine ontwikkelt. Dopamine is er onder andere verantwoordelijk voor dat jij soms verliefd wordt. Dus wil je goedkoop gelukkig worden? Even een eetlepel bier dus. Meer mag van ons altijd. Bij een paar bewoners uit de Holterbrons, die nu in Stadshagen wonen, is gisteren een huiszoeking geweest. De politie had een tip gekregen over explosieve stoffen. De 44-jarige bewoner is nu opgepakt. De explosieve stof en het illegale vuurwerk is in beslag genomen. Begin je volgend jaar aan de opleiding journalistiek? Dan moet je eerst een serie tests doorstaan om je plekje veilig te stellen. Volgende week start de opleiding met de zogenoemde decentrale selectietoets. Actualiteit, Nederlandse taal, motivatie en Engels zijn gevraagde onderwerpen. Wat hoopt de opleiding hier met de toets te bereiken? En wat zijn de huidige studenten wel van niveau? Selecteren aan de poort, een omstreden onderwerp in het hoger onderwijs. Toch voert de opleiding journalistiek aankomend jaar een toets in. De zogenoemde decentrale selectietoetsen worden volgende week afgenomen bij de toekomstige journalisten. We gaan dit jaar voor het eerst selecteren op kwaliteit. Mm-hmm. Wij leggen studenten vier toetsen voor. Twee taaltoetsen, een motivatietoets en een algemene ontwikkelingstoets. Daarnaast krijgen ze nog een gesprek. En op basis daarvan komen we tot een advies. De studenten krijgen 40 vragen voorgelegd. 10 vragen over media, 10 over geschiedenis, 10 over economie, 10 over religie, cultuur. Ja, we willen. Het is geen instaptoets voor het komende jaar. Dus het zijn kennis die ze nodig of die ze moeten hebben om te kunnen starten. Maar als studenten geen van die vragen goed kunnen beantwoorden, vragen we hen wel van onder welke steen ze hebben gelegen. Zouden onze huidige studenten slagen voor de toets? Wij namen de proef op de som. Welke ministerpost heeft Geert Wilders op dit moment? Geen. Algemene zaak, VVD. Goeie vraag. Ik weet altijd dat hij hele rare dingen roept, maar ik weet echt niet welke ministerpost hij heeft. Ik zou het niet weten. Geen. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Alkmaar. Wat is Haarlem? Amsterdam. De hoofdstad van Noord-Holland. Dat is, dat is Den Haag dan, hè? Haarlem. Dat zijn artistieke types, zijn intellectuele types, zijn commerciële types. Nou ja, en wij doen met name de intellectuele, maar ook de artistieke types. Hoeveel procent btw heffen we momenteel brood? 6. Ja, dat is weer verhoogd, hè? Ik moet denken. Ja, gokje, 3-0. 21%? 6% levensmiddelen. Als we wel hopen, en dat is natuurlijk spannend, of we de studenten die verkeerde plek zitten hier, of die er allemaal uitfilteren. Welke staatssecretaris kwam in opspraak na een zelfmoord in een Nederlandse gevangenis? Jack de Vries? Plegen op jouw hogeschool of universiteit, geen probleem.
Want Euphorus, de plagiaalcontrole die vele scholen gebruiken, is zo lek als een mandje. Dit betekent dat jouw diploma straks helemaal niks waard meer is. Dit blijkt uit onderzoek dat Campus Journaal deze week deed. Roel, jij hebt er onderzoek naar gedaan. Hoe kwam je op het idee om dit te gaan onderzoeken? Ja, aan het begin van deze week kregen wij te horen dat er mogelijk manieren waren om nog steeds plagiaat te plegen in Euphorus. Deze manieren zijn wij gaan uitproberen. We hebben bijvoorbeeld synoniemen veranderd, of eigenlijk woorden veranderd in synoniemen daarvoor. Werkt meestal niet, dus dat raden we ook niet aan om dat te proberen. We hebben hele zinnen herschreven. Dat werkt wel. Groot nadeel daarvan is wel dat dit meer tijd in beslag neemt dan gewoon zelf even je werkstukje schrijven. We hebben ook nog dingen geprobeerd met lettertypen, van die schrijfstijldingetjes. We hebben met kleurtjes gewerkt. Dit werkte allemaal niet. Er is één manier die ons wel is gelukt en dat zag er als volgt uit. We konden Euphorus nauwelijks voor de gek houden met tekst, maar plaatjes hadden we nog niet geprobeerd. We besloten om screenshots te maken van de tekst en die in het document te voegen. Een docent heeft voor ons een testomgeving gemaakt op Euphorus om ons document in te laten nakijken. Het originele bestand stond al in het systeem, dus Euphorus zou ons moeten pakken. Ik heb iets ingeleverd. Zou je even kunnen kijken hoe dat eruit ziet? Ja. We hebben een testopdracht aangemaakt. Even kijken, ingeleverde documenten bekijken. R. Hendriksen, dat ben jij. Oh. Die staat 0%. Dus hier is niks meer aan de hand? Nee. Dat is wel gek, want dit is 100% plagiaat eigenlijk. Dit is iets wat ik al lang heb ingeleverd. Dus dit heeft al eerder in Euphorus gestaan? Dit staat op dit moment in Euphorus. Ja. Oké. Okay. Want hier zie je voor de rest niks aan. Nee, ik ga dit gewoon beoordelen. Maar dit valt toch gewoon op als je daar aan het nakijken bent? Nou, je hoorde die docent zojuist zeggen. Op het eerste gezicht zie je er eigenlijk niks aan. Nu kijkt hij het op de computer naar, dus op een gegeven moment als hij notities wil invoegen in het document, dan merkt hij wel dat het een plaatje is. Dus dan zullen ook wel alarmbellen gaan rinkelen. Maar er zijn ook een hele hoop docenten die kijken naar de plagiaatcontrole, dan zien ze 5% staan of iets dergelijks. En dat is helemaal niet gek dat je 5% plagiaat hebt. Dan printen ze het uit en dan zie je niets meer terug van het plaatje. Dus dat valt helemaal niet op voor de rest. Wij zijn ook met dit filmpje wat je zojuist hebt gezien even Windesheim overgegaan om even een reactie hierop te vragen. Docent, weet je, we hebben Euphorus ingezet om plagiaat te voorkomen. Dus daar vertrouw je ook op. We hebben contracten mee, we betalen ervoor. Dus ja, dan is het ook logisch dat je daarop vertrouwt. Ja. Toch? Is het enige systeem bij u weten dat er gebruikt wordt om... Ja, op dit moment is dat het enige systeem. Ja. En het is dus wel een wezenlijk probleem dat er nu een tussen aanhalingstekens lek in het systeem zit. Ja, nou ja, of je het een lek noemt, maar in ieder geval als studenten dit opzoeken om deze manier gaan inleveren, ja, dan is het systeem niet meer betrouwbaar. En dat vind ik wel, dat is best heftig natuurlijk. Windesheim en vele andere hogescholen en universiteiten in Nederland, die weten hier dus eigenlijk niks vanaf. En dat is toch wel een zorgelijke ontwikkeling. Wat wij weten, is dat als studenten plagiaat willen plegen, dan plegen ze plagiaat. Dus wij weten gewoon, studenten zijn slim. Dus als je eenmaal op Windesheim zit, dat betekent dus dat jij bewezen intelligentie hebt. Als jij tijd en energie gaat steken in frauderen, dan ga je frauderen. De docent kan je niet vervangen. Het onderwijs gaat over docenten, gaat over de relatie tussen docenten en studenten. En daarin hebben wij helemaal geen enkele betekenis. Wij zijn hooguit een klein hulpmiddel in dat hele proces. Ik zag dat je hier voor eens over gesproken hebt. Zei ze nog wat meer? Ja, dit was inderdaad het fragmentje van een interview wat ik met Euphorus had. Zij wisten van dit probleem al af. Toen zeiden ze dus inderdaad dat de docenten niet vervangen kunnen worden door hun systeem. Dus het systeem is niet waterdicht. Waarom Euphorus het wel weet en de hogescholen niet, dat ligt dus in de communicatie. En daar heb ik ook een vraagje over gesteld. Als jij mij een suggestie aan kan leveren hoe ik alle docenten binnen Windesheim op de hoogte kan stellen van het simpel feit dat als je een foto screenshot maakt van een plaatje en dat bij Euphorus inlevert, dat ze dan op moet letten dat 0% is. info@windesheim.nl. Ja, ik denk dat dat wel een mailadres is waar je Windesheim mee kunt bereiken. En ik denk dat iedere school dat wel heeft. Ja, en dan denk jij dat wij daar een mailtje naartoe mogen sturen aan al die docenten? Ja, natuurlijk. Dit gaat om plagiaat. Jullie weten hoe de plagiaat gepleegd kan worden en welke zwakten er nog in het systeem zitten dat jullie leveren. Dat weten de docenten niet. Dan is het toch jullie taak om ze in te lichten? Je brengt me op een heel goed idee. Ik heb daar nooit op die manier over nagedacht. Ja, dit interview was natuurlijk nog een stuk langer dan deze twee fragmentjes die je zojuist hebt gezien. Het hele interview staat op www.opdecampus.nl.
Zou jij op deze manier ook fraude plegen? Nee, ik zou het zelf niet aandurven. Je zag net al een docent die het gewoon via de computer nakijkt. Dus dan zie je dat het plaatjes zijn. De kans dat je gesnapt wordt is dus gewoon wel aanwezig. En als je gesnapt wordt, dan ben je ook echt gelijk heel erg de lul. Dus ik raad het absoluut niemand aan om te doen. En je kan er natuurlijk vanuit gaan dat na vandaag er een stuk beter gelet wordt op deze vorm van plagiaat plegen. Nou, bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. Online studeren, af en toe naar school. Contact met je klasgenoten en docenten heb je dan via mail of Skype. Dat is blended learning. In 2016 wil Winnenzijn dit invoeren en moet dus ook docenten met internet kunnen omgaan. Er zijn wel een paar leraren die dat ontzettend goed doen, die lekker op social media bezig zijn, die leuke presentaties maken en zijn er ook wel genoeg van. Dus het is een beetje 50-50. Dan zit je bij een PowerPoint te kijken en dan denk je van, hoe doen ze dat? Dan vraag ik mezelf wel eens af. Dat zou ik ook wel willen kunnen. Mark Boyten is programmamanager afstandsleren. Hij vertelt wat er precies verandert aan het onderwijs als blended learning wordt ingevoerd. Ik denk dat het meeste onderwijs van de hogeschool nu gewoon on-campus. Dus je komt als student kom je hier naartoe om je onderwijs te halen, om colleges bij te wonen, om in werkgroepjes met studenten samen te werken. Nieuw zou zijn dat de hogeschool ervoor kiest om een deel van dat aanbod online aan te bieden. Waarbij je niet naar de hogeschool komt, maar via het internet samen met studenten aan opdrachten werkt en daarbij ook wordt begeleid door je docent. Ik weet niet of het echt het ergste was, maar op een gegeven moment weet ik nog wel dat we een leraar, wat oudere leraar hadden, hier in het eerste was het toen. Die was niet zo heel erg handig met zijn laptop en op een gegeven moment was hij op zoek volgens mij hoe hij een bestand moest sluiten. Dus ik zeg, ja, dan moet je spatiebal drukken of zoiets in de richting van enter. Dus zat hij helemaal te zoeken op zijn scherm en toen kwam er een beetje lelijk uit, ja, dat zit op je toetsenbord. En daar moesten heel veel mensen om lachen, maar toen begreep ik niet dat dat dus overkwam als mij. Ja, daar hebben de leraren hebben dus af en toe wel zijn in gevecht met hun laptops. Ik denk dat het ergste wel is geweest dat een leraar niet weet hoe je een filmpje fullscreen moet doen. Terwijl dat echt zo'n grote knop in beeld is met fullscreen. Ik denk dat dat toch wel echt een van de dieptepunten is geweest. Nou, ik denk dat de hogeschool er verstandig aan zou doen om tegen zulke docenten te zeggen, we verzetten jou daar voorlopig maar even niet in. En dus te gaan kijken van, wat mag je nou tegenwoordig van een docent verwachten, ook als het om dat soort ICT-vaardigheid gaat. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet meer. Ik bedoel, dat je opa dat niet kan, dat snap ik. Maar dat je docent op de opleiding die je volgt dat niet kan, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Een deel van het onderwijs, als het over blended gaat, een deel van dat onderwijs zal online worden vormgegeven. En dat betekent ook dat een deel van de docenten in staat moet zijn om dat te maken en uit te voeren. Ik denk dat het contact toch heel anders is. Ik denk dat je vooral met mijn opleiding toen aan werktuigbouwkunde. We willen toch veel oefenen met opdrachten en zo. En ik denk dat het toch makkelijker is als je in de les zit en dat gewoon een bord erbij hebt. Ik denk als de colleges gewoon in een mooie video worden aangeboden, wat bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen ook doet, ja. Ik denk het niet. Alleen het stellen van vragen wordt dan lastig. Maar daar moeten ze dan een manier voor verzinnen. Skype bijvoorbeeld dan. Ik bedoel, als jij een interview doet met iemand, dan wil je hem ook liever spreken dan via de telefoon interviewen. Dus zo is het ook met de leraar. Ik denk als jij gewoon contact kan hebben via gewoon face-to-face, dan werkt het veel makkelijker dan elke keer elkaar heen en weer mailen. Dus ik zie dat persoonlijk niet werken. Maar ja, voor hetzelfde geld ben ik weer een oude generatie die het gewoon moet leren. Stel je voor, je bent een groot korfbaltalent en behoort zelfs tot de selectie van Jong Oranje. Maar die studie aan de KALO Winnenzijn is een blok aan jouw been. Het kost veel moeite om alles te plannen en zometeen neemt jouw sport zoveel tijd in dat je jouw sport en studie niet meer kunt combineren. Marvin Tonen vertelt. Het is een wisselwerking. De ene keer, als ik mijn focus even iets meer op school heb, dan gaat het wel ten koste van mijn trainingsprestatie. Maar als ik mijn focus vooral heb op mijn trainingsprestatie, dan gaat het ten koste van mijn school. Omdat ik niet zoveel tijd over heb dat ik en kan. De weinig tijd die de sporter heeft, werpt een grote barrière op tussen school en topsport. Marvin studeerde een tijd zelfs tot 2 uur nog door om zijn studiepunten te behalen. Hoewel je dankzij de topsportregeling opdrachten later mag inleveren en minder in de lessen aanwezig hoeft te zijn, is het een loodzware opgave waarbij je erg op jezelf aangewezen bent. Volgens Marvin mag er volgens de groep topsporters best wat meer begeleiding komen van het Winnenzijn. Of heb ik alles goed geregeld,
En ben ik daarin en steunen mijn ouders daarin. En er zijn wel meer mensen die daarin mij kunnen steunen. Maar vanuit school is dat minder gebeurd. Ja, soms een goed gesprek met de tutor of iets. Maar eigenlijk verder niet. Maar dat heb ik allemaal zelf geregeld. Ik kan echt voorstellen voor anderen dat die het wel nodig hebben. Want anderen die plannen gewoon iets minder. En die hebben gewoon even iets meer structuur nodig. Ja, daar is elk mens anders in. En ik vind dat dat vanuit de school misschien wel wat beter kan geregeld worden. Marvin realiseert zich dat het moment dat hij een echte keuze moet gaan maken tussen topsport en studie steeds dichterbij komt. En wordt, zoals het nu georganiseerd is, zijn studie misschien wel onmogelijk te combineren met zijn korfbal, omdat hij is uitgekozen voor de selectie voor Jong Oranje. Ja, dit jaar ben ik net in Jong Oranje gekomen. De selecties zijn ook net geweest, dus een compleet nieuwe groep. Ja, ik ben wel bang dat er soms keuzes moeten gemaakt worden. Want met Jong Oranje zijn we een traject ingegaan waar we nog meer gaan trainen. En dat gaat nog vaker gebeuren dan ik nu al doe. En dan hou ik gewoon minder tijd over. En dan kan ik niet meer en. Dus het ligt eraan wanneer dat traject ingaat, precies. En dan hoop ik gewoon dat ik en kan. Maar wellicht moet ik wel kiezen. Okay, dat wordt voor de topsport natuurlijk. Het is voor mij prioriteit nummer 1. Als dat niet op 1 staat, dan kom je niet hoger. Hopen dat Marvin het ondanks alle zware inspanningen het volhoudt. Het Studisch Succescentrum, dat over de topsportregeling gaat, zag geen mogelijkheid te reageren. Het zou toch zonde zijn als topsport niet meer te combineren is met de studie op Windesheim. Het kabinet wil maatregelen ondernemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ondertussen moeten wij als studenten ons bewijzen door de opleiding snel af te ronden. Bij ons in de studio is Bert Koers. Hij is student en lid van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool Windesheim. Deze raad denkt en beslist mee over beleid voor studenten. Bert, de norm komt voor studenten steeds hoger te liggen, maar wordt de kwaliteit ook beter? De norm voor studenten komt steeds hoger te liggen, ja dat klopt. Dat begint bij de propedeusefase. Een student moet 60 IC's hebben, wil zijn propedeus halen. Als je kijkt naar vorig jaar was dat 45 punten, dan kun je overgaan. Ja. 60 punten heb je propedeuzen. Dit jaar heeft het college gezegd van die 45, die norm gaat omhoog naar 50. Dus als je zegt die norm gaat omhoog, wij zeggen daardoor, ja de kwaliteit gaat ook omhoog. Wat wij dan willen, is als de norm omhoog gaat, hebben wij als raad gezegd van de norm mag omhoog gaan, maar er moet ook een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de begeleiding van studenten moet beter, zoals het SLB. De faciliteiten op Windesheim moeten beter zijn, zoals stilteplekken, dat soort zaken. Dat moet ook omhoog. Maar betekenen die strengere eisen ook dat er dan betere studenten komen? Wat voor studenten komen, dat hangt altijd, daar heb je denk ik niet veel invloed op. Ze zeggen van, je maakt geen selectie, maar je zegt wel in het eerste jaar maken wij min of meer een filter. We bieden de studenten, bieden wij optimaal studentenklimaat bieden wij aan. Mm-hmm. Als we het aanbieden, zeggen we ook van, de student kan er maximaal gebruik van maken en dan moet het ook de norm van 50 halen. Ja. Jullie bij het CMI nemen het op voor de studenten, toch? Wat is jullie speerpunt daar? Wij nemen het op voor de studenten, dat vinden wij heel belangrijk, dat klopt. Daar draait het uiteindelijk ook om de hogeschool. Ons speerpunt daarin is, hoe formuleer ik dat? Een student staat centraal. Het moet om een student moet het gaan. Wij zeggen een student heeft de maximale begeleiding, moeten wij uit school moeten bieden. Het leefklimaat voor een student. Om te leren. En als wij dat bieden voor een student, ja, dan moet de student het zelf aanvullen. Wat vinden jullie van de selectie aan de poort? Leidt dat ook tot een betere studentenpopulatie? Selectie aan de poort kan een heel goed iets zijn. Bij sommige opleidingen wordt het al gedaan. Mm-hmm. En bij andere opleidingen zou het in de toekomst kunnen. Daarmee kun je wel een filter maken en zeggen van dat is geschikt, dat is niet geschikt. En is dat ook een oplossing waardoor die normen makkelijker gehaald kunnen worden? Zien jullie dat niet zo? Het zou een oplossing kunnen zijn. Maar wij willen wel zeggen van bij selectie aan de poort, geeft de student ook een kans. Dat vinden we ook belangrijk. We zeggen het eerste jaar van bewijs het. Dat vinden wij, daar sturen wij meer op. Dus jullie sturen meer aan dat je het eerste jaar met goede begeleiding zoveel punten halen dan bij de selectie bij het begin zeggen van nee, jullie hoeven niet binnen te komen. Nee, wanneer je bij het begin zegt je hoeft niet binnen te komen, maak ik gelijk definitief. En wanneer je zegt van we bieden de mogelijkheid, het eerste jaar, daar kijken wij vooral naar het eerste jaar. Dat vinden wij heel belangrijk. Ja.
Zou je wat meer kunnen vertellen over die extra begeleiding? Waaruit bestaat dat? Ik voelde ook stilteplekken of zo? Of? Ja, we hebben gezegd, als de norm omhoog gaat, dat vinden wij prima, dat vinden wij een goed streven. Omdat we denken dat daarmee de kwaliteit ook omhoog gaat. Mm-hmm. We hebben wel gezegd, om dat te doen, moet voor studenten moet jij een studentenklimaat moet daardoor wel nog beter worden. Zoals de SLB-begeleiding, dat zeggen we van, dat moet beter. Dat moet je beter indelen, beter in kaart brengen, dat vinden wij belangrijk. Ja. Dat moet gedaan worden, stilteplekken, van onlangs kon je zien op Jeanet al van, waar kun je een lokaal reserveren. Dat zijn dingen die we hebben gezegd van, daar moet je meer op aansturen. Van een plek voor stilte voor studenten. Maar zoveel punten hoeven studenten niet te halen. Zijn ze niet gewoon wat lui? Dat de studenten... Ja, want 50 punten is het nu toch? Nu is dit jaar is 50 punten. Ja, ja zoveel dat is dat toch niet? Het moet toch mogelijk zijn binnen een jaar? Ja, in principe zou het mogelijk moeten zijn voor een hbo-student. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden die zegt van... Je zit met de voorkennis, misschien heeft de student ergens moeite mee. Thuissituatie kan anders zijn... Een student kan extra dingen doen naast zijn studie. Denk aan andere aan sporten of een beperking. Dat soort zaken. Maar is die extra begeleiding dan wel nodig voor het gros van de studenten? Want als ze gewoon wat harder werken, dan komen ze er ook wel. Of die extra begeleiding nodig is? Ja, de stilteruimtes en het SLB-traject. Wat u net al had. Ja, wij zeggen dat is nodig. Dat vinden wij belangrijk. Laat de student niet zeggen van je 50 moet je halen en zoek hem maar uit. Nee, dat willen wij niet. Wij zeggen van student, einde van het jaar is minimaal 50 punten voor dit jaar. Wij hebben een SLB hebben wij, van wij gaan met je meekijken van hoe ga je dit jaar door. Wil je zeggen van wil je studeren, misschien heeft een student niet de mogelijkheid om dat thuis te doen. Dat kan hier. De begeleiding, wij willen je optimaal begeleiden. Dat soort zaken. Het curriculum is ook een belangrijk punt van je hebt EC's. Of je hebt opdrachten waar je enorm veel IC's voor krijgen. We hebben gezegd van dat moet aangepast worden. Dan kan de student heeft daar geen invloed op. Maar dat wel op aangestuurd. Van je mag geen hele grote eenheden hebben. Een grote voes. Want... Dus jullie de student gewoon wat meer helpen om dat hoge aantal te halen? Ja, we willen de student de mogelijkheid bieden om dat ook te halen. Goed. Heel veel dank voor de uitleg. Dit was het voor vandaag. Je kunt meer informatie vinden op de campus.nl. Vast een fijn weekend en tot volgende week.